stamp. En samen met dit is dat eigenlijk de enige informatie over Columbus waar men vrij zeker van is. Reden voor Boudewijn Buch om zo'n 5 eeuwen later op zoek te gaan naar de sporen van deze ontdekkingsreiziger door de halve aardbol over te reizen op zoek naar wat meer informatie. En u ziet, hij is er bek af van en terecht. Het is al met al een zeer verrassend verslag geworden. Dus reist u 9 weken mee met Boudewijn Buch Columbus achterna. Dit is een plein midden in Genua, Italië. In deze stad hier werd, nemen we nu algemeen aan, Columbus in 1451 geboren. En op deze plek beginnen we ook een groot aantal programma's die ons over de halve wereld zal voeren. Op zoek naar de sporen en de ontdekkingen van Columbus. Over niet al te lange tijd zal het 500 jaar geleden zijn dat Columbus een eerste voet zette op een Amerikaans eilandje. Het is nog niet 500 jaar geleden, maar het is wel 500 jaar geleden over 77.247.281 seconden. Over zoveel seconden is het moment daar. En dan is het 12 oktober 1992. En dat is eigenlijk ook fout. Toen alle organisatiecomité's op de wereld besloten een enorm feest te geven in Amerika, in Europa, op verschillende plekken, om de 500-jarige ontdekking van Amerika te vieren, toen was men één ding vergeten. De tijdrekening is namelijk sedert Columbus dood veranderd. Eigenlijk moet de ontdekking van Amerika gevierd worden op 21 oktober 1992. Maar omdat men te laat achter deze fout kwam, houden we het nou maar 12 oktober 1992. Columbus werd geboren, ja, en daar beginnen we al. Waar werd Columbus geboren en wanneer werd Columbus geboren? Er zijn theorieën die zeggen dat het een Griek is, een Fransman, een Corsicaan, een Bask. Maar ik denk toch eigenlijk dat we mogen aannemen dat Columbus ergens in 1451 geboren werd in de Italiaanse havenstad Genua. Nou, ik sta hier in Genua en wel in de mooie zaal van het stadhuis. En hier schijnen ze nog wat brieven en andere spulletjes van de familie Colombo te hebben, want zo heet hier. En hier hebben ze ook een portret van Colombo. En dat is dat portret daar. Nou, en de twijfel wordt direct al gezaaid, want er is iets geks aan dat portret. Columbus heeft in zijn hand een kaart van Zuid-Amerika. Dat kan natuurlijk niet, want hij heeft Zuid-Amerika nooit gezien, behalve dan een heel klein puntje van Venezuela. En daarvan dacht hij al dat het Oost-Indië was. Dus we zitten aan het begin van de reis direct al in het probleem. Schijnt ons hier een eigenaardige gebeurtenis. Die meneer moet iets van ons doen. Yes. Ik weet niet wat er precies gebeurt. Dit is de kamer van de burgemeester waar we zijn.
stad Genua, autografi di Cristoforo Colombo. Brieven van Columbus. Ik kan niet zo goed met hem praten. Wat is je privilege? Ja. Privilege de... Christopher Colomb. De Christopher Colomb. Ja. Originale. Ik, ja. En die zijn letteren. Letteren, ja. Brieven dus, ja. Ja, dat zijn duidelijk de handtekeningen van Columbus hier. Dat is Colombo. Christoforus Colombo is dat ook. Nou, zonder te overdrijven, hè, dat dit collectietje brieven hier, dat is echt miljoenen waard. Als je nou, in Amerika hebben ze voor één Columbusbrief gedrukt al miljoenen betaald. Kun je nagaan wat ze voor originele van Columbusbrieven, en je kunt het echt zien aan die handtekening, dit is zo typisch de handtekening van Columbus. En dat wordt hier bewaard in een soort kachel. Ja, het lijkt een soort kachel, maar het is het niet. God, dit begint goed, zeg. Christoforo. Ze hebben die brieven allemaal aan het begin van de 19e eeuw hebben ze verworven. Ik zeg maar even dat niet. Ik sta over de allerzeldzaamste dingen die er zijn, jongens. Die zijn een beetje te klippen met elkaar. Dat is om gek van te worden. Ik vind het echt direct een klapper, hè? Toch? Mm-hmm. Wat er nou staat in die brieven, dat is een beetje moeilijk. DZ 15-2. En het 15-2, dus toen was hij aan zijn laatste reis bezig. Want Columbus is een paar jaar later overleden. Dus dit is een late brief van Columbus. En dit is een brief over Indië. En als hij Indië zei, bedoelde hij Amerika. Maar daar komen we nog eindeloos over te zeuren. En dan, dit is een begin van, dus ook een late brief. En dit is een brief waar hij iets schrijft over nadat hij terugkwam van zijn laatste reis. Dit is de terugkomst van zijn laatste reis uit 1504. En dat zie ik hier staan, 1504. Ja, het is zo krankzinnig dat je gewoon met je die mannen staan een beetje om je heen te hangen. En als je ze oppakt, dan, als je dat in Amerika zou doen, dan word je gearresteerd en weggevoerd. Maar hier... En dan hangt er een zwart gordijn en dan mag je er even in en dan gaat er een kwartier een heel klein lampje aan die alles kan zien. Misschien krijg ik er wel eentje mee zelfs. Alles komt een eind. Heel gek, plechtig, hè? Sorry dat ik nog even terecht gewezen. Hij dacht dat ik het die ging krijgen. Thank you.
weer een andere zaal van het stadhuis in Genua. Ja, en hier staat een schat, hier staat een reliquie. Dit is een stukje been van Columbus, een stukje bot. De begraafgeschiedenis van Columbus is echt heel ingewikkeld en daar komen we nog wel op terecht als we op de Dominicaanse Republiek zijn. Maar ik zal het kort proberen te vertellen, nu vast even. Columbus werd ooit begraven in Spanje, toen is hij naar Havana gegaan. Van Havana verhuisde hij naar de Dominicaanse Republiek. En daar is hij weer een keer opgegraven en toen hebben ze gezegd, nou, dan mogen jullie een stukje hebben van Columbus in Genua, want daar komt hij toch vandaan. Daar zijn ze er heel trots op, hij hangt ook in een goud dingetje, er staat allerlei dingen opgeschreven. Ik kan niet goed lezen. En ze zijn zelfs zo trots op Columbus in Genua, dat ieder jaar gaat er een vaatje met olie naar de Dominicaanse Republiek, een vaatje hier uit de streek, en daar brandt een klein lampje op bij het graf, wat er dus nog over is van Columbus, minus dit stukje, in de Dominicaanse Republiek. Nou, het is gek om daarnaar te kijken. Maar ik zou er mijn hand niet voor in het vuur durven steken of dit echt een stukje van Columbus is. Ik sta hier op een typische Italiaanse parkeerplaats met allemaal scooters, maar ik ben hier natuurlijk niet voor de scooters. Ik ben hier voor dat beetje oude huisje dat je daar ziet. Daarop staat een gedenktegel en daar kan je op lezen in het Latijn dat daar de vader van Columbus heeft gewoond. Columbus had hele arme ouders en zijn vader, dat was echt iemand van 12 ambachten en 13 ongelukken. Columbus' vader is wolwever geweest en nog een heleboel andere baantjes heeft hij gehad. Maar op een gegeven moment werd hij poortwachter. Genua was in de 15e eeuw in oorlog met allemaal steden hieromheen. En daarom ging de stad 's avonds op slot. En als je er toch in wilde, dan moest je je melden. Bijvoorbeeld bij de vader van Columbus en een paspoort laten zien. En dan mocht je er wel of niet in. De zoon van de vader van Columbus, en dat is onze beroemde Christoforus, die heeft daar ook boven gewoond. En die zat daar te dromen over de zee. Op zijn 14e ging Columbus daadwerkelijk naar zee. En je kunt het nu niet meer zien, maar toen Columbus klein was, kon hij vanuit zijn raam daar kijken naar de zee. Dit zijn de stadsmuren hier geweest, met de kade tegelijkertijd. En dan was dit een straatje en dat liep over die pier naar zee. En die pier liep een heel eind de zee in. Daar is de oude stad geweest. En Columbus kwam dus vandaar naar school, over deze pier, over dit straatje lopen. En dan ging hij daar naar de schepen kijken. En dat vind ik een verrukkelijke gedachte, dat ik hier loop op de grond waar de jonge Cristoforo Colombo ook over het gelopen is. Dan kan hij zo. Jij moet daar blijven staan. Moet je voorstellen, komt hij zo lopen. Zo. Lekker naar de schepen kijken. Hier liep hij. Veel kleine voetjes, denk ik. Ja, dat is toch fantastisch. Die hebben ze pas opgegraven en dit blijft dus. Maar je moet je voorstellen dus hoe die stad zich langzaam in zee heeft uitgebreid. Alleen, er blijft één ding natuurlijk eigenaardig. Waarom het 500 jaar heeft moeten duren voordat Columbus die roem zou krijgen die hij nu heeft. Er zijn wel herdenkingen geweest in 1892, maar de feesten die nu worden georganiseerd, heeft dat, vraag ik me af, iets te maken met de toestand van de wereld of heeft men nu pas door hoe belangrijk Columbus eigenlijk was? Ik heb er geen antwoord op, maar het is wel heel eigenaardig dat het nu zulke vorm aanneemt dat ze een hele stad omkeren, Genua, waar die alleen maar misschien geboren is.
Dit standbeeld van Colombo werd in 1862 ingewijd. En ik denk dat toen Columbus nog naar zee kon kijken. Maar Genua is nou zo volgebouwd dat dat niet meer kan. 30 jaar later, in 1892, toen werden in Italië de grootste Columbusfeesten uit de geschiedenis van Italië gehouden. Toen verschenen er honderden boeken. Er werden tientallen opera's geschreven. En er was zelfs één opera in Genua waar een nagebouwd schip van Columbus over het podium werd gereden. Deze feesten duurden maanden en er is de stad bijna failliet aan gegaan. Het wachten is dus hoe de Columbusfeesten in 1992 aflopen. U bent ex-consul hier, hè? Ja. U was de honorair consul in Genua. En u weet heel veel van Genua, want u woont al heel lang. 26 jaar geloof ik zelfs. Ik ben hier gekomen in 1949. U woont heel veel langer hier. 40 jaar. Ja. Ja. Maar heeft u nou een verklaring waarom die Genuanen zo'n ontzettende feesten van willen maken van 1992? Nou, er is lange tijd is er natuurlijk een strijd geweest tussen Spanje. Ja. Ik heb zelf gevaren in de Caribische Zee, Santo Domingo. Ja. Ik heb een huis gezien op Corsica Calvi, waar die geboren zou zijn. Ja. Maar uit steeds meer papieren die u morgen zult zien, blijkt toch wel degelijk dat hij hier geboren is. En hij is de... Nou, ik heb ook een heleboel papieren nog een half jaar geleden gezien, waarin er wordt gezegd dat hij in Spanje geboren is, in het Baskenland geboren is. Absoluut in... niet. De actes die u morgen te zien krijgt, die zullen u ervan overtuigen dat zijn vader Domenico Colombo een man was die opgeleid is door een Vlaming in de kunst van wolweven. Een wolkade. Oh goed, okay, laat daar niet... zijn papieren van en die dateren van notarissen hier. Ja. Oké, okay, we nemen even aan dat het een Genuaan was, maar dan zou je nog kunnen zeggen van nou, dan houden we een klein feestje, maar het is een reusachtig feest. Ja. Dit is natuurlijk een prachtige gelegenheid om de stad Genua in de volk, in de vaardere volkeren op te stuwen. Hè? Ja. En daar willen ze iets geweldigs van maken, wat niet alleen in het jaar 1992 hier is, maar ook blijvend verder. Die ruimtes daar in, op de Molo Vecchio, dat worden tentoonstellingsruimtes, vergaderzalen, restaurants enzovoort. Dat blijft. Dat blijft. Wat denkt u nou van de prestaties van Columbus als zeeman in 1492. Oh, dat was toch een mooi stukje werk, want als u hier u kunt het in Holland ook bekijken, de nautische instrumenten van die tijd, de Jacobsladden en die heel primitieve instrumenten om de breedte te berekenen, terwijl de lengte eigenlijk een gis was, want die is pas later afgekomen met betere uurwerken. Ja. Er is een boek geschreven door een Zweed. Er zijn vele boeken over Columbus geschreven waaruit duidelijk blijkt om de onrust onder zijn bemanningen. Die bang waren dat ze steeds verder in een onbekende wereld van huis raakten. Even af zouden vallen, hè? Ja. Ja, dus hij heeft wel bewust zijn journalen en zijn posities gefalsificeerd. Hoe noem je dat? Minder gemaakt. Hij heeft steeds gezegd, ik ben dichter bij huis, maar hij hield een tweede logboek bij. Dat hij toch al aardig... Ook u hangt de theorie van het geheime tweede logboek aan, begrijp ik nu. Dat hij dus misschien een zakboekje had of een zakperkamentje. Waar je dat, maar ik ben werkelijk hier. Maar hij vertelde aan zijn bemanningen dat hij toch wel enige honderden mijlen terug zat. Ja, dat geheime zakboekje waarvan er wel sprake is nooit gevonden. Maar het blijft staan dat het een waanzinnig knappe prestatie voor zijn tijd schreef. Zeker, zeker. Hij was een van de leidende... navigators van zijn tijd, samen met Portugees en zo. Nou, dat weet ik niet. Ik heb niet in die tijd geleefd. Stads- en provinciearchief. En hier in Genua worden de documenten bewaard, waarin je kunt zien
Columbus en zijn familie echt hier vandaan kwamen. Ja, ja. Ze schreven wel duidelijk in die tijd, maar ik kan het Italiaans allemaal niet zo goed lezen. Er worden hier overigens steeds meer documenten gevonden om aan te tonen dat Columbus en zijn familie Genuanen waren. En ik geloof eerlijk gezegd dat het wel een beetje zo is. Ja. Document nummer 5. Oh, dat gaat over de vader. Ja, die poort achter was. Staat hierin. De vader poort achter was. Dit is het oudste gedeelte van de heilige Stefanuskerk in Genua. Nou ben ik niet zo erg dol op kerken, maar ik moest wel in deze kerk staan. Want hier is Columbus gedoopt. Nou, je zou dat ook niet van zo erg groot belang zijn, in een normaal geval. Maar bij Columbus wel. Want Columbus werd in de loop van zijn leven een ongelooflijk fanatieke katholiek. De voornaamste reden waarom die Amerika, liever gezegd Indië wilde ontdekken, was om daar de heidenen tot katholieken te kunnen maken. En je kunt zijn geloofsijver ook zien aan de namen van zijn schepen. Die heetten allemaal naar heiligen. Zijn hoofdschip heette Santa Maria, naar Maria. En alle eilanden en landjes die hij vond en bezocht, kregen ook namen van heiligen. Op dit plekje hier is de basis gelegd voor de aller katholiekste man van de 15e en 16e eeuw, Columbus. Dit is de haven van Barcelona en achter mij ligt een scheepje. En dat scheepje is een replica van een heel oud bootje. En ik zeg expres scheepje en bootje, want het is heel klein. En toch was dat, het origineel dan, het vlaggenschip van Columbus dat in 1492 op zoek ging naar China en Japan. Ze vonden China en Japan niet, het werd natuurlijk Amerika. Dit scheepje, zei ik al, was het vlaggenschip en er waren nog twee andere scheepjes met Columbus en die waren nog kleiner. Op dit bootje paste maar zo'n 45 tot 48 man en vanuit de haven in Zuid-Spanje vertrokken ze met dit kleine bootje op een buitengewoon onzekere reis.
Het reconstructie-exemplaar van de Santa Maria, Columbus vlaggenschip, is een belangrijke toeristische attractie in Barcelona. Maar lijkt dit schip eigenlijk wel op het schip dat Columbus werkelijk bevaren heeft? Nou, we weten niet precies hoe het schip eruit zag, maar de geleerden van het Scheepvaartmuseum hier in de stad hebben na lang studeren een schip samengesteld en dat moet het ongeveer zijn. Ze hebben gekeken in de logboeken van Columbus, in brieven, ze hebben plaatjes van tijdgenoten bestudeerd. Nou, toen dachten ze, zo moet het ongeveer uit hebben gezien. En ik denk persoonlijk ook dat het heel aardig geleken heeft op het schip waar ik zoveel over gelezen heb. Dit schip is heel klein, zoals ik al zei, maar er is een nog kleiner plek hier op het schip en dat is heel belangrijk. En dat is daarboven, dat is het kraaiennest. Vanuit dat kraaiennest riepen de jongens steeds land in zicht, land in zicht. En ik zeg steeds, want als ze maar iets zagen dat op land leek, dan riepen de scheepjongens land in zicht, want ze kregen namelijk een heleboel geld als ze als eerste Indië, wat is later Amerika zou blijken te zijn, zouden ontdekken. Columbus werd daar gek van en heeft toen strenge straffen gesteld op het roepen land in zicht, land in zicht. Maar één keer, een paar uur voor de daadwerkelijke ontdekking, leek er echt land in zicht te komen. Men zag vuur op zee. En we weten nog steeds niet waar het vuur vandaan kwam, want het was geen land. Men denkt nu dat het Indianen waren met vuur in hun schepen, vuurvliegjes misschien, vuurvissen, vissen die vuur gaven, of misschien was het wel een Fata Morgana, maar dat was in ieder geval ook het land nog niet. Een aantal uren later, nadat ze het vuur gezien hadden, op 12 oktober 1492, riep een jongen daadwerkelijk en echt land in zicht, land in zicht. En dat was het sein voor de ontdekking van Indië, dachten zij, maar het was nu Amerika. De navigatiemiddelen die Columbus tot zijn beschikking had, waren zeer gering en heel primitief. Hij kon gebruik maken van een astrolaap, dus een heel armoedig soort sextantje, en een hele primitieve soort kompas. Het zag er ongeveer zo uit. En je kunt hierop zien ook dat er heiligen zijn afgebeeld op het kompas. Nou, en dat is niet voor niks, want Columbus vertrouwde eigenlijk het meest op de sterren en de heiligen. En als je dat realiseert, is het des te knapper dat hij zo ver gekomen is met zulke primitieve middelen. Net zoals in Italië had je in Spanje in de 19e eeuw een opleving van Columbus-liefde. Toen er in Barcelona in 1888 een wereldtentoonstelling werd gehouden, werden ze werkelijk wild van Columbus-liefde. Ze richten deze zuil achter mij op. Bovenop staat Columbus in de bekende visionaire stand. En onderop zie je allemaal plaatjes waarin het leven van Columbus allegorisch wordt weergegeven. En dat allemaal terwijl Columbus hier heel weinig te maken had. Weliswaar ligt hier de replica van zijn scheepje. Is hier ook het beroemde scheepvaartmuseum. Maar hij is hier eigenlijk maar één keertje geweest. Maar dat was wel tijdens een terugkomst van zijn eerste reis. Toen kwam hij hier met een aantal Indianen terug. Die Indianen die voelden zich natuurlijk dood en dood ongelukkig. Eén Indiaan die ging Spaans leren en die mocht toen mee op een volgende reis. Die werd als tolk gebruikt. En de andere Indianen die kwamen heel treurig hier om het leven. Die hadden een verlangen naar huis, maar hebben hun huis nooit meer teruggezien. Volgende week bij Boudewijn Buug. Op 3 augustus 1492 vertrok Columbus vanaf hier, vanaf deze rivier, op zijn onzekere ontdekkingstocht. Hij voer de rivier zo af, kwam hij langs het klooster La Rabida en even daar voorbij was de zee
En toen ging hij op weg naar de Canarische eilanden, Homeren, verder. Columbus achterna met Boudewijn Buug. Volgende week zaterdag bij de VARA op Nederland 1.